Ik wil graag samen lezen in Markus 3, vers 1 tot en met 6 en lees met mij mee op het scherm. En daar staat: op een andere Sabbat kwam Jezus weer in een synagoge. Er zat een man met een verschrompelde hand. En de farizeeën hielden hem, Jezus, goed in het oog om te zien of hij de man zou genezen. Dan zouden ze een aanklacht tegen Jezus kunnen indienen. En Jezus, hij riep de man naar voren. Mag men op de Sabbat iemand helpen, vroeg hij aan de farizeeën. Of moet je hem in de kou laten staan? Is het een dag om mensen te redden of een dag om te doden? Maar zij zeiden niets. En Jezus keek boos om zich heen, omdat zij zo hard en onverschillig waren. En dat deed hem pijn. En tegen die man zei hij: steek uw hand uit. En de man deed het en zijn hand werd op slag weer gezond. En de farizeeën liepen meteen de synagoge uit en gingen naar de leden van de partij van Herodes om met hen te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen. En wat een geweldig stukje verhaal vind ik dit hier in Markus 3. En ik zou graag deze 6 versen die het maar zijn, graag vandaag verder uitpluizen. Er staan zoveel waarheden in deze 6 versen. En in mijn vorige boodschap, vorige maand, heb ik het gehad over geloof, voorwaarts gaan en de toekomst. En we hebben het vorige maand gehad over geloof en dat ons geloof in Jezus is. En de reden dat we geloof hebben is niet omdat we geloof hebben in onszelf of in ons talent. Maar we stellen ons geloof in God. En geloof, dat stelt ons in staat om voorwaarts te gaan in het leven, in onze toekomst. En je toekomst, dat bestaat uit jou door God gegeven mogelijkheden. Met andere woorden, het potentieel dat op jouw leven is. De bestemming die God al heeft gepland voor jouw leven. Alle dagen dat jij hier op aarde mag hebben. En misschien heeft niemand jou pas geleden of vorig jaar of zelfs dit jaar nog verteld dat God een plan voor jouw leven heeft. En God, hij heeft een droom, hij heeft een visie, hij heeft een doel. En elke persoon die vandaag ook naar de livestream kijkt, jij bent geen ongeluk en jij bent hier ook niet toevallig. Nee, God, hij kende alle dagen van jouw leven, zelfs nog voordat jij geboren was, nog voordat je bestond. God maakte jou uniek. En de Bijbel die zegt ook, God kent jou zo goed dat meer dan de zandkorrels van de zee, zo ontelbaar zijn de gedachten van de Heer voor jou. Hij kende jou zo goed, zegt de Bijbel ook. Hij weet het als je zit, hij weet het als jij opstaat, hij weet het als jij weggaat, hij weet het als je weer terugkomt, als je weer gaat liggen. Alles wat jij doet is voor God bekend. En we hoeven niet een plan voor ons leven zelf te verzinnen. Nee, ik geloof dat God al een plan voor jouw leven heeft. En de boodschap die ik vandaag wil delen, die heet: geloof om voorwaarts te gaan. En voordat we verder in de boodschap duiken, wil ik natuurlijk even bidden en samen geloven dat God de Heer tot ons zal spreken. Vader, dank u voor vandaag en dank u voor dit moment. En dank u dat wij samen kunnen komen door middel van de livestream. Geef ons kracht en bemoedig ons door uw woord. En we geloven dat u zal komen, Heilige Geest. Open onze ogen, zodat wij u kunnen zien. En open onze oren, zodat wij u kunnen horen. We danken u dat u zo goed bent. Dat u zo groot bent, dat u zo genadig bent. En dat u zo vriendelijk bent. En dat u zoveel van ons houdt. En we herinneren onszelf vandaag aan wie u bent. En u hield al van ons lang voordat wij van u hielden. Amen. Ik weet niet wat voor soort persoonlijkheid jij hebt. Of je misschien een druk of levendig persoon bent die gewoon er vol voor gaat. Ik ben best wel een beweger, zeg maar, een mover. Dus ik hou ervan om dingen te doen. Begrijp me niet verkeerd, ik hou er ook gewoon echt van om lekker thuis te zijn en op de bank te liggen of op mijn bed. En gewoon lekker een tv te kijken, een voetbalwedstrijd te kijken. Maar ik hou er gewoon van om ook gewoon bezig te zijn en lekker dingen te doen, om actief te zijn. En eigenlijk een van de grootste ergernissen in mijn leven is gewoon om vast te zitten. Vast te zitten is gewoon het ergste. En heb je misschien wel eens meegemaakt dat je vast zat gewoon in een gesprek en je kwam er gewoon niet uit en je wilde weg uit het gesprek. Of als ik misschien naar een event ga of een verjaardag, dan als ik daar binnenkom, dan observeer ik zeg maar eigenlijk wie de praters zijn. En dan loop ik een beetje zo langs en dan zeg ik iemand gedag zo een beetje van: ja, ik wil niet met jou praten vandaag, weet je bent aardig, maar vanavond niet. Want dan blijf je gewoon vasthangen in dat gesprek en dan kom je er maar gewoon niet uit. Of
Ik hou er ook gewoon niet van om vast te zitten in het verkeer. Dat is zo verschrikkelijk. En ik denk, en ik weet zeker, ik ken één iemand die er ook gewoon echt niet van houdt om vast te zitten in het verkeer. File, dat is zo verschrikkelijk, zo frustrerend. Gelukkig woon ik dicht bij mijn werk, dus ik heb daar niet zo'n last van. Maar als ik dan ergens heen moet en er is het is druk op de weg en er is file, dat is gewoon verschrikkelijk om vast te zitten. Of ik weet ook nog een keer dat ik vast zat in de lift. Gelukkig was dat maar voor een kort moment. Maar dat was gewoon voor dat korte moment heel eng en gewoon verschrikkelijk om vast te zitten. Degenen die mijn boodschappen eigenlijk kennen, die het van de aantal keren al hebben gehoord, die weten dat ik van basketbal hou. En ik groeide op met het spelen van basketbal. En wat ze mij eigenlijk altijd hebben geleerd is hoe aanvallen. En het hele punt van aanvallen, dat is dat je altijd in beweging bent. Je stopt gewoon nooit met bewegen. En vandaag wil ik ook spreken over het onderwerp dat onze God een God van beweging is. God roept je nooit om je zomaar te gaan settelen, maar juist om voorwaarts te gaan. Hij roept je altijd om meer grond in bezit te gaan nemen. En ik geloof echt dat dit een jaar is om geloof te hebben om voorwaarts te gaan in onze toekomst. En zo vaak settelen mensen zich, zo vaak komen mensen vast te zitten in, ze komen vast te zitten in hun gedachten, of ze komen vast te zitten in bepaalde gewoontes, of ze komen vast te zitten in een slechte relaties, en ze gaan gewoon niet voorwaarts in hun door God gegeven mogelijkheden. En ik denk dat je soms echt moet stoppen om jouw verleden, jouw gevangen te laten houden voor je toekomst. Je moet stoppen jouw verleden je naar beneden te laten halen. Je moet gewoon loskomen en stappen in geloof in jouw door God gegeven mogelijkheden. En dit jaar is een jaar van beweging. Zeker in dit moeilijke jaar van corona. Dit jaar is een jaar van beweging. En om terug te komen bij het verhaal. Ik hou van dit verhaal uit Markus 3. Het is een verhaal over een man met een verschrompelde hand. En de Bijbel zegt dat dit gebeurde op de Sabbat. En ze zijn in de kerk en Jezus is daar ook in die synagoge. En technisch gezien in deze context mocht deze man met die verschrompelde hand mocht niet eens in de kerk zijn. Hij mocht eigenlijk niet eens, het was niet eens toegestaan om in dit gebouw dus aanwezig te zijn. En Jezus die was daar en ook al die religieuze leiders die waren daar aanwezig. En deze man is naar binnen gesneakt en om maar even een glim op te vangen om te zien wie Jezus is en ja, wat hij daar daadwerkelijk doet. En Jezus, hij merkt deze man op en Jezus, hij merkt jou ook op. En hij observeerde die man met die verschrompelde hand. En hij staat daar en waarschijnlijk staat hij daar best wel verlegen. Of misschien dat hij het niet durft. Ik denk dat hij zijn hand of in zijn zak had of in zijn jas. En misschien wel achter zich zo hield om. Ja, dat was gewoon een schaamte die hij had. En Jezus die zegt dan tegen hem. Meneer, waarom kom jij niet naar voren? Nou, als ik die man met die verschrompelde hand was. En ik was de kerk binnengeglipt en ik wilde gewoon ontdekken wie Jezus was. En Jezus riep mij naar voren. Dan zou ik zoiets hebben van, echt, iedereen weet hier dat ik die man met die verschrompelde hand ben. En u gaat mij naar voren halen in de kerk voor iedereen. Nog meer achtergrondinformatie over deze man in dit verhaal. Een verschrompelde hand had gewoon effect op zijn hele leven. Handen zijn een van de belangrijkste dingen in het leven, dat weten jij en ik wel. En zijn handen, een van zijn handen was dus verschrompeld. En ik denk dat hij waarschijnlijk niet kon werken, dus hij had waarschijnlijk geen inkomen of bijna geen inkomen. Dit had gewoon invloed op zijn sociale leven, op zijn hele leven. Het raakte hem lichamelijk, financieel, sociaal, op elk gebied van zijn leven, omdat hij die verschrompelde hand had. En iedereen die lachte deze man uit. En nu pikt Jezus hem eruit. Dat vind ik zo mooi. Jezus riep deze man met die verschrompelde hand bij zich. En hij stond daar en Jezus keek rond en let op wat hij doet. Hij kijkt naar die godsdienstige religieuze leiders, de haters. En hij zegt, laat me jullie een vraag stellen. Is het volgens jullie toegestaan om deze man vandaag te genezen of niet? En Jezus, hij sprak daar tegen de geest van religie. Hij sprak gewoon tegen die godsdienstige mensen die God eigenlijk in een box wilde stoppen. De kerk moet dit zijn, de kerk moet zus zijn, de kerk moet zo zijn. Het christendom moet er zo uitzien, en moet dit zijn en moet dat zijn. Ik geloof en probeer God nooit in een box te stoppen. Hij verrast je altijd van wie hij houdt. Hij verrast altijd
wie hij uitkiest. Hij verrast je altijd met wie hij wil werken. Hij verrast altijd wie hij gebruikt. Hij verrast altijd wie hij uitnodigt om erbij te zijn bij het feestmaal. Je kan God niet beperken in een dag of in een persoon of in een uur. Nee, God kan doen wat hij wil, wanneer hij wil en met wie hij wil. En hij dacht, laat me jullie een vraag stellen. Wat denken jullie? Ik weet wat de wet zegt en ik weet dat ik dit niet mag doen, maar wat zeggen jullie hier allemaal? En hier is een man die vastzit in zijn beperking. Hij wordt eigenlijk in verlegenheid gebracht door zijn issue. En hier is die man die eigenlijk al zijn hele leven hiermee worstelt. En Jezus zegt, denken jullie dat ik deze man moet genezen op de Sabbat of niet? En Jezus is ontdaan vanwege hun vroomheid. En let op wat hij doet. Hij kijkt naar die man en hij zegt, meneer, strek je hand uit. Nou, nogmaals, als ik deze man was en dan zou ik dit doen, als ik die man met die verschrompelde hand was, dan zou ik zeggen, u hebt mij al naar voren gehaald, hier waar iedereen bij is. Als u zorgt dat iedereen weggaat, nou, dan zal ik er misschien over nadenken. Want ik zou dat niet durven. En nu wilt u dus ook nog dat ik dat tevoorschijn haal waar ik me het meest voor schaam en aan iedereen moet laten zien, waar mensen mij belachelijk om maken, waar mensen mij voor uitlachen en verstoten. Nu wilt u dat ik dat ding, zeg maar, tevoorschijn haal voor iedereen en laat zien, bent u serieus dat ik dat moet laten zien en mijn hand moet uitstrekken? En hij doet een stap in geloof en hij opent zijn armen en hij strekt zijn hand uit. En deze wordt dan helemaal hersteld. En ik denk dat er zoveel waarheden in dit verhaal zijn. Er zijn zoveel dingen in dit verhaal te vinden, ook voor ons leven. En daarom wil ik je vandaag graag bemoedigen met deze gedachte. En dat zijn drie punten. En de eerste is, God houdt van jou, maar hij houdt veel te veel van jou om jou te laten zoals je bent. God houdt van jou. En misschien heb je vandaag een verschrompeld hand. Misschien heb je een verschrompelde verslaving. Of je hebt wat problemen, je hebt wat issues. Ja, gewoon even zodat ik niet de enige ben. Steek je hand op als jij hier ook misschien wat issues bent. Zodat ik niet de enige ben die weet dat ik hier issues heb. Ik ben iemand, ik heb zelfs meerdere issues. Maar ik denk dat iedereen die wel heeft. Maar God, hij houdt van jou zoals je bent. En ik kan je vertellen, je kan proberen je issues voor God te verbergen. Maar God, hij ziet jouw wereld. De Bijbel zegt, Gods ogen zijn op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. God ziet jouw geheimen. God ziet jouw zonde. God ziet de echte jou. God ziet wat er echt afspeelt in jouw leven. En God houdt van jou zoals je bent. Maar hij houdt veel te veel van jou om jou te laten zoals je bent. En ik herinner me nog een boek dat ik zag op het internet. Dat heette Love, Acceptance and Forgiveness. Oftewel liefde, aanvaarding en vergeving. En Jezus houdt van mij. Jezus aanvaardt mij. En Jezus vergeeft mij. Wat een goede God hebben wij. En ik hoop en ik weet zeker dat wij hier dankbaar zijn dat Jezus van jou houdt. En hij aanvaardt jou. En hij vergeeft jou. Maar hij houdt niet alleen van jou. Hij aanvaardt jou niet alleen. En hij vergeeft jou niet alleen. Nee, wanneer God zijn hand op jouw leven legt, wanneer God iets begint te doen in jouw wereld. Ik wil je vertellen dat hij houdt van jou zoals je bent. Hij aanvaardt jou zoals je bent. Maar hij begint ook zijn hand te leggen op jouw wereld. Hij begint dingen te kneden, dingen te vormen, dingen te veranderen, dingen opnieuw in te delen, dingen te herstellen. En God, hij laat jou niet zoals je bent. Hij komt in jouw ruimte, hij komt in jouw wereld. Hij wil met jou praten. Dat is de God waar wij het vandaag over hebben. En hij houdt van jou zoals je bent, maar hij houdt veel te veel van jou om jou te laten zoals je bent. En een tijd geleden hoorde ik ook iemand zeggen, het is oké als je niet oké bent, maar het is niet oké als je hetzelfde blijft. Het is oké als je niet oké bent, maar het is niet oké als je hetzelfde blijft. Wanneer jij Jezus ontmoet, het maakt niet uit wat jouw probleem is. Het maakt niet uit wat de issue is. Hij ziet altijd herstel in jouw toekomst. Hij ziet altijd bevrijding in jouw toekomst. Hij ziet altijd genezing in jouw toekomst. God ziet alle mogelijkheden waar hij jou vandaag naartoe wil brengen. En hij wil niet dat je door het leven strompelt met allerlei issues. Hij wil niet dat je door het leven worstelt met allerlei dingen waar je doorheen gaat. Nee, hij zegt, en dit is punt 2, strek dat naar mij uit wat mij het meeste nodig heeft. Je hebt geloof nodig om dat naar Jezus uit te strekken wat hem het meeste nodig heeft.
En we leven in een maatschappij waar alles over ons en in onze wereld zich van zijn beste kant wil laten zien. We willen allemaal er het beste uitzien. We willen het beste ruiken. We willen de beste zijn. En je ziet het ook wel eens op social media, dat dan als iemand een foto heeft gepost, en dan denk je, wow, deze mensen zien er echt geweldig uit. Hoe kan die foto en dit, dat, daar hebben ze zoveel filters overheen gegooid. Dit, dat, visco, noem maar op. Al die contrast hier, verlichting daar. Je kunt Photoshop hier. Ongelooflijk. En dan soms denk ik zelfs nog, ik heb die persoon 3 dagen geleden nog gezien. Toen zag diegene er echt niet zo uit. Ongelooflijk. Maar waarom? Omdat de mens zich van zijn beste kant wil laten zien aan anderen. We willen mensen laten zien hoe goed we zijn, hoe geweldig we het hebben gedaan. En kijk hoe geweldig ik ben. Maar het probleem is soms, omdat wij elkaar zo behandelen, willen we soms op dezelfde manier omgaan met God. En we komen dan bij God. En dan, God, ik doe het geweldig. God, kijk dan zo goed. Ik doe dit zo geweldig. Maar God, hij is niet op zoek naar jouw beste kant. Hij wil dat jij hem jouw zwakte brengt. Hij wil dat jij hem dat aanbiedt wat hem het meeste nodig heeft. En dat kan alleen God oplossen. En alleen God kan jou daarbij helpen. Ik weet ook nog 2 jaar geleden... We hadden een warme zomer en ik ging met 2 vrienden naar zijn huis in Spanje. Zijn ouders hebben daar een mooi groot huis. En met een zwembad. En we hingen gewoon rond bij het zwembad. Ik was lekker aan het zwemmen, lekker aan het eten, barbecue, je kent het wel. Er kwamen gewoon nog wat mensen bij het huis. En ik ontmoette deze mensen dus voor het eerst, dus deze mensen kende ik niet. En dus toen ik eigenlijk het zwembad uitstapte, toen kwam er een schaamte over mij heen. En ik dacht van, oh, want ik was altijd een hele dunne jongen. En daar kwam die schaamte over mij heen, dat ik gelijk een handdoek zocht en die handdoek pakte en die gelijk over me heen wilde doen om mijn schaamte te bedekken, om mijn schaamte te verbergen. En ik denk soms dat wij soms onze issues of onze problemen proberen te verbergen voor God. Soms proberen we dat te verstoppen wat hem het meeste nodig heeft. Je gaat door een depressie en je kan er gewoon niet doorheen komen tenzij jij het bij God brengt. Je gaat door een verslaving of iets zwaars in je leven en je kan er gewoon niet van loskomen tenzij jij het bij God brengt. Je hebt geloof nodig om je hand uit te strekken. Je hebt geloof nodig om die issue bij God te brengen die jou misschien het meeste pijn doet. En het woord verschrompeld, wat hier dus gebruikt wordt in dit verhaal, de letterbetekenis van dit woord in het Grieks betekent opgedroogd. En mag ik jou vandaag een vraag stellen? Welke dingen in jouw leven zijn opgedroogd? Welke dingen in jouw leven moet jij bij God brengen zodat God ze weer tot leven kan wekken, tot leven kan brengen? En misschien heb je een verschrompeld huwelijk. Misschien heb je een verschrompeld hart. Misschien heb je een verschrompelde ziel. Misschien heb je last van bitterheid. God zegt, waarom strek je je hand niet uit in geloof en breng je dat bij mij wat ik kan aanraken, wat ik kan genezen, wat ik kan herstellen, wat ik nieuw leven kan geven. Gelooft er iemand vandaag dat we geloof kunnen krijgen bij God om dat bij hem te brengen waarin we de meeste hulp nodig hebben? Deze man, hij luisterde niet alleen naar het verzoek van Jezus. Want Jezus zei, strek je hand uit. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, nee, dat had hij ook gewoon kunnen doen. Zorg maar dat deze mensen weggaan, dan zal ik daar dus over nadenken. Jezus zei, strek je hand uit. En wat een vertrouwen had deze man in Jezus. Deze man dacht, als deze Jezus mij vraagt om mijn issue bij hem te brengen, dan weet ik dat ik hem kan vertrouwen met heel mijn ziel. Dan weet ik dat ik hem kan vertrouwen met heel mijn verstand, met al mijn kracht. En hij strekte zijn hand uit en dit was een handeling in geloof. Geloof is nooit een houding. Geloof is altijd een handeling. En je hebt geloof nodig om een stap te zetten. En dat vind ik zo mooi aan God en dat is punt 3. 2 stappen vooruit en geen stap achteruit. Geloof is een van die dingen waarbij je 2 stappen vooruit zet en geen stap achteruit. 2 stappen vooruit en geen stap achteruit. Het doet me denken ook aan een tekst toen ik klein was, dat we dan wel eens zongen dat we dan 2 stappen vooruit zetten en dan 3 stappen achteruit. Zo vaak in het leven zie je dat dan de mensen komen naar de kerk en ze willen God dienen. En ze zetten dan 2 stappen vooruit en 6 maanden later zetten ze 3 stappen achteruit.
Ik geloof voor dit jaar, voor 2021, dat we 2 stappen vooruit zetten en geen stappen achteruit. En daarna zet ik opnieuw 2 stappen vooruit en geen stap achteruit. En wie wil er voorwaarts gaan in jouw toekomst en in jouw door God gegeven mogelijkheden? Het hele evangelie, dat gaat over voorwaarts gaan. Luister naar wat Jezus zegt in Matteüs 28, vers 19 tegen de discipelen, zijn grote opdracht. Daar staat, ga er daarom op uit, om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Wat is die beweging? Wat zei hij tegen alle discipelen door de hele evangelie heen? Tegen Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, tegen alle 12 discipelen. Wat zei hij? Hij zei, volg mij. En wat is die beweging? Jacobus 2, vers 26 zegt, geloof zonder daden is dood. Onze God is een God van beweging. Onze God die wacht totdat jij in beweging komt, zodat hij kan bewegen. Onze God wacht totdat jij een stap vooruit zet, zodat hij kan stappen, zodat hij vooruit kan stappen. En ik hoop dat je vanochtend ook beseft dat als deze man zijn hand niet had uitgestrekt, dan had Jezus nooit zijn hand kunnen uitstrekken. Jezus, hij zegt, strek je hand uit. En zodra de man een stap in geloof deed, een stap vooruit zette, deed Jezus ook een stap in geloof en hij genas zijn hand op dat moment. En op het moment dat gebeurde, dat die man zijn hand uitstrekte, was het zo van, oké, ik ga God vertrouwen. Ik ga God niet alleen dienen met mijn woorden. Nee, ik laat mijn daden luider spreken dan mijn woorden. Hij strekte zijn hand uit en Jezus herstelde deze compleet. En soms in het leven raken we gefrustreerd omdat wij wachten totdat God gaat bewegen. Maar God, hij wacht totdat jij gaat bewegen. En ik denk dat we moeten zeggen, ik heb geloof om vooruit te stappen in mijn door God gegeven mogelijkheden. Ik heb geloof in Jezus, zodat ik voorwaarts kan bewegen in alles wat hij mij geroepen heeft om te doen en om te zijn. En ik kan je vertellen dat Jezus de grootste stap in geloof deed door te sterven aan het kruis. En dat gaan we vandaag ook vieren. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de wereld. En dit was een van de grootste of zelfs het grootste bewijs van geloof in God. En hij zei daarmee eigenlijk, weet je wat? Ik ga mijn leven afleggen als een levend offer en ik ga sterven aan het kruis. En dit was een handeling, dit was een stap die hij deed in geloof. Hij keek niet achterom en nee, hij probeerde al zeker niet van het kruis af te klimmen. Nee, hij stierf aan het kruis en jij en ik zingen er vandaag nog steeds over. En we vieren dat nog steeds wat hij voor ons gedaan heeft. Jezus deed ook een stap in geloof. En ik denk dat het een van die seizoenen is, en daar word ik enthousiast van, omdat ik geloof dat sommigen echt vandaag om het punt staan om zo'n jaar te hebben. 2 stappen vooruit en geen stap achteruit. Zelfs niet achterom kijken. En dit kan alleen als je gelooft dat Jezus je roept om jouw issue te nemen. Waarvan misschien niemand iets af weet. En je zegt, je kan gewoon niet meer tegen deze droogte in jouw leven. Ik kan niet meer dealen met deze issue. Maar als Jezus mij vraagt om het bij hem te brengen, dan weet ik dat het misschien oncomfortabel is of dat ik me ervoor schaam. Maar dan ga ik mijn hand uitstrekken. Dan ga ik geloof hebben in Jezus. En als ik dat bij hem breng wat hem het meeste nodig heeft, dan gaat hij mij helpen vooruit te stappen in datgene waarvoor hij mij geroepen heeft. Het is niet de vraag of er grootheid is in jouw toekomst. De grootheid op jouw leven is niet normaal. De grootheid op jouw leven is ongeëvenaard. Dat wat God voor jou heeft weggelegd, geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen verstand kan bevatten, de dingen die God heeft klaar liggen voor hem die hem lief zijn en geroepen zijn naar zijn belofte. Maar je zal nooit in jouw door God gegeven mogelijkheden stappen totdat jij zegt, ik heb geloof om voorwaarts te gaan. Ik heb geloof om alles vast te grijpen wat hij voor mij heeft. En luister naar wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 12 tot en met 14. En dit is zeker weten één van mijn favoriete versen. Lees mee op het scherm. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Maar ik blijf wel doorgaan
om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters. Maar één ding, dat weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik uit naar wat voor mij ligt. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik uit naar wat voor mij ligt. Ik snel mijn recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Sommigen van jullie moeten beseffen dat als je blijft vasthouden aan het verleden van jouw wereld, dan gaat dit ten koste van jouw bestemming. Je moet je verleden loslaten, zodat je de bestemming kan vastgrijpen die God voor jouw leven heeft. Hij zei: één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt en ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. Ik heb een roeping, ik heb een toekomst, ik heb een hoop en ik ga 2 stappen vooruit zetten en geen stap achteruit. Ik ga niet terug naar die relatie, ik ga niet terug naar dat oude, ik ga niet terug naar die oude gewoonte. Mijn gedachten zijn gefocust en mijn ogen zijn vooruitgericht en ik strek mij uit naar alles wat God voor mijn leven heeft. En ik denk dat dat de manier is waarop hoe wij moeten leven. Dat is hoe wij voorwaarts kunnen gaan. Ik weet nog een paar jaar geleden dat ik dus thuis zat naar een voetbalwedstrijd te kijken. Het was geen voetbalwedstrijd die wij kennen, maar dat American voetbal, wat er erg hard aan toe gaat. En er was een voetbalteam, ik weet niet meer de naam, maar ze speelden dus een thuiswedstrijd en ze hadden ook een speler. Ik weet ook die naam niet meer, ik ben niet zo goed in American voetbal. Ik hou van sport, maar dat kijk ik niet veel. Maar ik weet nog dat ik die wedstrijd keek. En aan het eind van die wedstrijd hadden zij een speler achterin staan en hij nam die bal onder zijn arm. En hij moest nog het hele veld over en de wedstrijd was dus bijna afgelopen en de score was heel spannend. En dus deze speler, hij was gewoon aan het rennen en de tegenstanders die probeerden hem neer te halen, te tackelen. En ze probeerden hem tegen te houden, maar het leek alsof hij die beslissing had genomen. Deze gasten die gaan mij proberen neer te halen, ze gaan mij proberen te tackelen, maar ik moet gewoon blijven bewegen. Ik moet gewoon voorwaarts gaan en ik moet mijn benen blijven bewegen en vooruit gaan. En hij bleef rennen en boom. En daar kwam dan een tackle en dan stond hij weer op en hij maakte schijnbewegingen en er kwamen nog meer gasten om hem neer te halen. Maar hij bleef maar doorrennen. Dat ging zo dat hele veld over, links, rechts, weer tackles, weer schijnbeweging. En hij bleef vooruit gaan en ik weet nog dat het stadion helemaal uit zijn dak ging en ik stond ook snel op van de bank, want ik dacht, wat doet deze gozer, nou gaat hij echt die punten scoren. En dat bleef dus zo doorgaan. En hij komt bij dat laatste stukje en hij scoort zijn touchdown en hij laat zichzelf op de grond vallen. En hij had dus dat hele veld overgerend, allemaal doordat hij die beslissing had genomen. Ik blijf voorwaarts gaan, ik blijf bewegen, ik blijf mijn benen bewegen. Het maakt niet uit wie er tegen mij opkomt, het maakt niet uit wat er tegen mij opkomt. Ik blijf doorgaan. We moeten geloof hebben om voorwaarts te gaan in onze toekomst. Heeft deze boodschap jou bemoedigd? Klik dan op het duimpje omhoog. Vergeet ook niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal Maasbach TV. En klik hier als je meer video's wilt bekijken.